Goedemorgen allemaal, beste kijkers. Het is een tijdje geleden dat ik een filmpje heb gemaakt. Anyways, wat ik vandaag ga doen is, ik ga naar school rijden op de Tomos. Ik heb het al lang niet op dit ding gereden. Ik rijd nu ook op de reserve, dus ik ga eerst eventjes Tilburg in benzine halen. En dan rijd ik de andere kant op, richting Breda. Ja, dat is een beetje het plan. Het stukje naar Breda is in principe één hele rechte weg. Dus ja, dat is in principe best wel saai, moet ik zeggen. Maar je weet het maar nooit, misschien komen we nog iets leuks tegen. Dit is ook een heel lang recht stuk naar het tankstation. Dat is echt fucking saai eigenlijk. Maar ja, weet je, doe je niks aan. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik het over moet hebben. Nou, binnenkort komt natuurlijk wel weer de tweetakdag aan. En ietsjes later hebben we natuurlijk Mobfest van Thomas Shop. Dus ja, op zich wel lekker. Ik heb er allemaal wel weer zin in om daar allemaal naartoe te gaan. Dus Mobfest is in ieder geval gisteren over 2 weken. Het is vandaag maandag. Dus dat duurt nog wel even. Nou ja, dat duurt eigenlijk niet heel lang meer. Wacht, volgens mij is eigenlijk Mobfest. Ik bedoel tweetakdag. Dat is in Moergestel. En dan hebben we in mei hebben we de tweetakdag van Thomas Shop en Hoekshop natuurlijk. In Wageningen. Ik heb ook geregeld dat ik met Bart van Van Dijk Racing mee kan rijden op de aanhanger. Dus dat scheelt echt wel superveel. Ik kon ook naar de Shell. Maar ik ken het daar niet. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon hier langs. En dan kan ik straks heel het stuk naar Breda rijden. Google Maps zei, fietsroute is 16 kilometer. Dat is in principe die hele fietsroute exact hetzelfde als de Brommerroute. Maar, hij zei dus voor de fiets dat je daar ongeveer 50 minuten tot een uur mee bezig bent. Op 16 kilometer. Nou, ik weet niet hoe lang zou dat die fietsen, maar zo lang. Ik weet dat ik er niet zo kort of zo lang over ga doen. Even kijken, hoe werkt de tank ook alweer? Super 98, super 98, dan ietsjes verder. Hier zo. Twaalf, tien, negen. Zoals jullie weten, of niet weten, ligt eraan of je mijn Instagram hebt bijgehouden. Heb ik in eind januari heb ik met Bart van Van Dijk Racing heel mijn blok uit elkaar gehaald. Hebben we een blokrevisie gedaan. En daarbij hebben we ook gelijk de zuigerveren vervangen. Dus ja, die moeten nog een beetje ingesleten worden op de cilinder. Dat betekent dus niet dat ik heel tijd vol was moet rijden. Dat moet ik sowieso niet doen, want daar vindt deze brommel niet fijn. Maar goed, het scheelt dat ik gewoon aan één stuk door kan rijden in principe. Politie. Oh, iemand heeft een botsing gemaakt. Oh, het stoplicht doet het niet. Dan, oh ja, blokvisie. Ik moet er nog wat verder over vertellen. Dat ging in principe wel makkelijk. Naast dat één lager er niet echt uit wilde, waardoor het eigenlijk helemaal karterkap aan de koppelingskant hebben moeten vervangen. Want daar zat toen opeens een gat in. Iets hard geslagen. Maar ja, weet je, daar konden we beide niks aan doen. Dus ja, maakt het niet uit. Helemaal uit elkaar geweest, alle lagers vervangen. Ik had verwacht dat het er slechter aan toe was. Want ik heb toen dus, toen ik mijn koppeling heb vervangen, heb ik ook aan mijn lagers gevoeld. En ik dacht dat ze toen eigenlijk al erger voelden dan dat ze nu waren. Maar dat viel dus verrassend mee. Ze vielen echt best wel mee qua hoe versleten dat ze waren. Dus dat scheelt wel heel erg veel. Oh ja, mijn fucking sleutel hier. Nou, ik kan het tenminste wel voelen als ik hem kwijtraak. Want dat betekent dat mijn motor uitvalt. Anyways, dit is één rechtstuk vooruit. Aan de ene kant super gunstig. Aan de andere kant, moah. Wel saaie route, man. Ja, sorry, ik ben een beetje aan het schreeuwen trouwens, want wind, Tomos maakt lawaai en zo. Misschien moet ik deze kap een keer dicht doen. Hoe laat is het? 4 over 11. Ik heb nog 25 minuten. Dat ga ik denk ik niet halen, maar maakt niet uit. Maar het is niet helemaal recht, hè. Ik kon dan ook een paar bochtjes maken. Zoals jullie misschien weten, ik ben ondertussen alweer 21. Ik begin al oud te worden, jongen. Maar dat betekent dat ik dus mag gaan beginnen aan mijn rijbewijs A-code 80.
En ik ga dat denk ik binnenkort doen. Want ja, waarom niet? Weet je, ik bedoel, ik wilde eigenlijk wachten totdat ik klaar was met mijn huidige opleiding. Maar goed, ik zit nu net in het eerste jaar. Ik ben bijna, nou ja, bijna nog een paar maandjes. Dan ga ik als het goed is naar de tweede. Maar ja, weet je, I don't know. Ja, ik kan wel wachten, maar dat duurt 3,5 jaar. Hè? Dan ben ik wel 24, mag ik gelijk op een vol vermogen motor gaan rijden. Maar ja, wil je dat wel? Wil je niet gewoon eerst ervaring opdoen? Ja, weet je, dus... wat nu dan? Hoe gaan we dit doen? Oh, oké, dan gaan we hier langs. Oei, komt hier niemand aan? Nee, zo te zien niet. En dan kunnen we weer zo. Ja, lekker. Ik wilde er eigenlijk ook mee gaan beginnen. Ik heb een theorieboek besteld. Deze teller trouwens. Echt, ik heb deze toen gekocht met Mopfest. En toen heb ik hem opgezet. En toen was al direct mijn aandrijfkabel stuk. Dus ik heb laatst een nieuwe aandrijfkabel erop gezet. Maar echt, ik weet niet wat voor waarde die uitleest hoor. Maar ik heb alles origineel. Hè. Originele aandrijver, originele... ja, dat was het eigenlijk. Originele aandrijver en dan wel gewoon een goede kwaliteit Elfdesk kabel die ook gesmeerd is. Ja, ik weet niet wat het is, maar als ik dus vol gas geef, dan gaat hij in één keer van 40, 50, schiet hij in één keer naar 80 of zo. Ik weet niet waarom dat hij dat doet. Dat is echt heel erg apart. En vooral irritant. Want ik heb dus nog steeds geen idee hoe hard ik nou rijd. Ik dacht, als ik gewoon origineel alles haal, dan klopt het gewoon, weet je wel. Of ja, de teller is eigenlijk niet origineel, maar semi-origineel. Dus het is helemaal gewoon een normaal klokje, mechanische aandrijving. Maar ja, matig. Matige kwaliteit? Ik weet niet zo goed. Kijk, zie je? Hoppakee, en dan gaat het voorbij de 80. Hij zegt alweer 90 rijden. Ook irritant, ik moet hem stationair schroef hoger zetten. Want nu kan ik zeg maar als ik gas geef, of als ik ga stilstaan met mijn stoplicht, dan slaat hij zeg maar af als ik geen gas bijgeef. Ik heb hem iets te laag ingesteld, stationair, dat is irritant. Two hours later. Nou jongens, zijn we dan weer terug in Breda. Ja, weer. Ik ben nog steeds in Breda. Mijn les is voorbij. Ik ben nu weer terug naar huis. Ik ben echt niet langer vol geweest. Even kijken of ik überhaupt nog de weg terug weet. Want de weg heen ging op zich best wel goed. Maar de weg terug... I don't know. Het is wel weer even wennen, moet ik zeggen. Op de brommer rijden. Ik moet zeggen dat de Thomas rijdt best wel goed. Ik had gehoopt dat hij minder zou trillen naar de blokrevisie. Maar dat valt eigenlijk best wel tegen. Dan draai ik 39. Maar nog harder, joh. Oh, het stinkt hier. Ja, maar die teller, ik kwam dus net terug bij mijn brommer toen ik op school stond. En die teller die stond dus gewoon vast op 30. Ik weet niet wat dat is, maar zo irritant. Ik snap niet waarom dat ze niet gewoon een beetje kwaliteit dingen kunnen maken. Ik heb toen ook een tijdje die digitale teller erop gehad. Ook met accu trouwens. En met kokers als spanningsregelaar. Dat was ongeveer een jaar geleden. Maar zoals je ziet, die heb ik al lang niet meer. En dat kwam omdat hij gewoon het niet deed. Zeg maar, als ik hem startte, deed hij het op zich... Of nee, als ik het contact aanzette, dus dat er stroom op kwam, deed het in principe goed. Alleen als ik het dan vervolgens, zeg maar, gas gaf of ik ging hem starten, dan viel hij gewoon uit. Als hij dus extra spanning kreeg. En ik snap niet waardoor dat komt. En hoe ik het zou moeten fixen. Dus dat ding heb ik niet meer. En dan heb je dingen zoals... Auw, dat was een vliegje in mijn oog. Dan heb je dingen zoals die temperatuurmeter die ik erop heb zitten. En die doet het dan wel weer gewoon goed op zich. Daar heb ik nergens last van. Ook bijvoorbeeld met mijn verlichting en zo ook niet. Dat snap ik dus helemaal niet.
En daar gaat hij weer, jongen, die teller. Heel irritant. Dit rijdt volgens mij best 50, 55 of zo. Dus ja, dat is een beetje dingen Elektra. Misschien had ik er een weerstand tussen moeten zetten dat hij het dan wel goed deed, maar ik heb geen idee. Ik heb best wel getest met dat ding, maar ik kreeg het gewoon niet echt netjes voor elkaar om gewoon netjes te krijgen. Dus ja, ik heb echt geen flauw idee eigenlijk. Anyways, dat was het denk ik wel een beetje voor dit filmpje. Wat ik een beetje allemaal wilde vertellen. Jullie allemaal een beetje up-to-date te krijgen. Dus ja, vond je dat nou leuk? Geef even een duimpje omhoog. En abonneer als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie hopelijk bij een volgende video. En dat zal waarschijnlijk twee taakdag zijn.